Welkom bij de podcast van WMCO. Uh, deze keer gaan we het hebben over het boek No Rules Rules. En we gaan met name de cultuur bespreken die in dit boek staat beschreven. Het is namelijk een stukje theorie wat Netflix heeft omschreven over wat maakt nou dat Netflix zo succesvol is geworden. En dat vinden wij natuurlijk beren interessant. Um, en dit is, uh, even voor de goede orde, dit is deel 1, hè, want er komen meerdere podcasts. En dit is deel 1 van het boek. Wat betekent dat er meerdere delen zijn, en daar kan jij wel wat over vertellen, André? Nou, laten we het zo zeggen, we hebben uh, het boek. Uh, we zijn uh, uh, enorm geïnspireerd door het boek. Het, uh, het boek van geschreven door Reed Hastings. Of Hastings is het volgens mij en Erin Meyer. Reed Hastings is de een van de oprichters van uh, een co-founder van Netflix en de huidige CEO. Ja, huidige CEO. Ja. En uh, nou, hij heeft. Uh, nee, we weten allemaal wel onderhand hoe succesvol Netflix is geworden. Ik ja. bedoel, ik zou niet meer zonder kunnen, zou ik bijna zeggen. Nee. je kunt altijd zonder dingen. Maar uh, Netflix is wel onderdeel van onze huishouding geworden. En in. in, in nou, Netflix bestaat amper 20 jaar. Of in 20 jaar tijd. Zij is natuurlijk van helemaal niks naar uh, de, een van de grootste. Uh, aanbieders op het gebied van televisie en ja, series. Van, van postorder, post dvd-bedrijf uh, ja. naar uh, nou ja, wat het nu is. Van uh, dvd's in envelopjes versturen ja. naar, een, uh, naar dit, in 190 landen, geloof ik. En Reed Hastings heeft, um, nou, die heeft in zijn boek um, uh, beschreven, of willen beschrijven, het is hem ook gelukt, vind ik, uh, hoe Netflix uiteindelijk succesvol is geworden en wat nou die specifieke Netflix-cultuur is, die toch weer anders is dan de mainstream-cultuur, mm -hmm. daar ben ik ook mee eens, en... Uh, en hij heeft daarvoor Erin Meyer benaderd, een, 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 een dame die uh, ook de Culture Map boek heeft geschreven, ook een succesvol boek, wat met name gaat over de, uh, uh, hoe culturen het beste kunnen samenwerken. En dat was voor Netflix natuurlijk heel interessant, want Netflix ging van Amerika naar 190 landen. Mm -hmm. Dus als één organisatie veel moet weten over culturen van Brazilië tot aan India tot aan Nederland, dan is het Netflix wel. Dus, uh, en Reed Hastings wilde het boek schrijven met een co-writer en die wilde ook... Um, hij noemt dat in het boek een stukje onafhankelijkheid. Die mis ik wel een beetje van Erin Meyer. Ik heb hmm. wel het gevoel dat het wel heel A en A is. Hij uh, dus is wel pro... Uh, ja, ja, is heel erg ja, ik vind het wel een goede aanvulling hoor. Dat zij als, zeg maar, als een soort narrative uh, uh, narrator in het boek zit. En ook haar dingen zegt. Maar het is niet die onafhankelijke kritische schrijver die hij graag wilde. Nee. Maar dat hoeft ook niet hoor, vind ik. En ze hebben samen een boek geschreven. En waarom dit deel 1 is van 3, uh, <coughs> ga ik alvast verklappen. Maar de, de Netflix cultuur heeft hij uh, neergezet uh, door in, dat in drie fasen te doen. Dus, dus in, in, en vanuit, uh, in drie stappen is hij tot die cultuur gekomen... en in deel 1 beschrijft hij stap 1, in deel 2 beschrijft hij stap 2... en in deel 3 besch beschrijft hij stap 3. En we gaan dus nu over stap 1 hebben, deel 1. En hij geeft ook aan in het boek van... Nou, je moet het ook in die volgorde doen... Mm -hmm. En ik geloof er ook heel erg in, ook vanuit mijn eigen ervaring, want bedrijven groeien nou helemaal organisch. Je kunt niet nu naar een bedrijf met 5000 man gaan en zeggen, oké, okay, dit is nu de cultuur, vanaf morgen gaan we zo doen, punt. Nee. Uh, dingen moeten gefaseerd, moeten groeien. En daar heeft hij, uh, laat hij ook in zijn boek zien dat hij daar veel verstand van heeft. Dus vandaar deel één over de Netflix cultuur en uh, hoe zij dan dus zo succesvol zijn geworden. Ja, mocht je nou het interessant <tus> vinden om daar ook een artikel over te schrijven... Uh, schrijven, lezen. André, die heeft, uh, jij hebt een soort resumé, samenvatting uh, geschreven over het boek. Ja. Uh, die staat hier beneden ergens in een linkje, kun je ja. het vinden. Ik heb een artikel geschreven over deel 1, die we dus nu gaan behandelen. Mocht je het interessant vinden om die te lezen, die staat er ook. Ja. Kun je ook in een linkje vinden naar beneden. Dan kun je en, en luisteren, en kijken, en lezen. Ja. ja, wat mooi. En voor deel 2 en 3 gaat het straks ook gebeuren. En het ja. is, en, en, um, maar laten we beginnen over... Uh, Eigenlijk wat de basis van um, uh, de Netflix-cultuur, zoals uh, Reed Hastings het uh, simpel formuleert en daar hou ik ook van, is eigenlijk zijn er drie pijlers die, uh, in, uh, uh, die je gefaseerd in de organisatie moet brengen. Ik noem ze even al nu snel al van tevoren, want we gaan ze, waarbij we het alle drie bespreken. Mm -hmm. Uh, de, de eerste is talentdensiteit. Ja. Zorg voor een hoge talentdensiteit. Daar gaan we het zo meteen over hebben. De tweede is: um, creëer meer openhartigheid. Mm. Zorg voor een feedbackcultuur. Daar gaan we het straks ook over hebben. Hoe, hoe Netflix daarover denkt. En hoe wij erover denken. En drie is: um, um, controle verminderen. Van uh, de controles af. Ja, ja. De, uiteindelijk is dat het einddoel, maar uh, gefaseerd. Dus als je als je daarop focust, dan kun je. Uh, dat heeft Netflix gedaan. En uiteindelijk zijn ze daardoor. Uh, hebben zij een hele uh, cultuur gecreëerd van uh, uh, FNR, zoals ze het noemen. Freedom and Responsibility. Ja. Vrijheid en, en verantwoordelijkheid. Ja, dat is uh, eigenlijk hoe, de, hoe we de cultuur kunnen samenvatten van Netflix. De ja. FNR culture. Al, uh, ook wel eens bekend als de vrijheid en verantwoordelijkheden cultuur. Ja. ja en, en dat, uh, ik en moet zeggen, ik vind dat wel een mooie term. Ja, en ik, ik sta wel uh, achter die... Terminologie, vrijheid en verantwoordelijkheid. Ik, ja. ik, ik, ik merk en ik zie dat wanneer mensen verantwoordelijkheid krijgen, dus dat je die geeft, dat ze die ook a. nemen. en dat het uiteindelijk bijdraagt aan een stukje autonomie. Hè, dus eigen regie. Ik ben zelf verantwoordelijk. Ja. Dus ik, ik zie daar wel heel veel positiviteit in. Ja. En Reed Hastings laat ook heel duidelijk in zijn boek zien. Wa waardoor hij hij die feit en die verantwoordelijkheid heeft gegeven. mensen ook dus veel uh, succesvoller zijn geworden. Uh, zoals hij het ook zegt. Ook zegt buiten de kader zijn getreden. Mm -hmm. ja, want als je, als je je niet vrij voelt... En, niet, en je verantwoordelijkheid laag is... dan ben je heel erg geneigd om te doen wat je denkt... wat je baas wil of wat je ja. organisatie wil. En juist door ze die vrijheid te geven... doen ze gewoon dingen die je niet verwacht. Of, of uh, sprekers uh, doen ze ook dingen waarvan jij denkt... Uh, geeft ook heel, dat is het mooie van het boek. Er zitten heel veel voorbeelden in, heel veel praktijkvoorbeelden. Hij laat ook heel mooie voorbeelden inzien... waarin medewerkers gewoon een hele andere idee had dan hij... Mm -hmm. waar hij in instantie niet mee eens was. En later bleek toch die medewerkers toch wel gelijk te hebben. Mm -hmm. dus, je, dus als je in een. En dat is misschien de eerste vraag die ik aan jou wil stellen: van kan dit voor elk bedrijf? Maar in ieder geval, hij, hij geeft wel aan dat voor een creatieve, inventieve of een, of een, of een uh, innovatieve organisatie dit heel erg goed werkt. Yeah. Maar aan jou de vraag: kan, denk je dat deze Netflix-cultuur zoals hij die beschreven heeft, in elk bedrijf kan? Nou, ik denk, ik denk het niet. Ik kan niet zeggen van: ik weet zeker dat het niet kan, ja. maar ik denk wel dat het dus niet kan. Nee. Omdat nou, er zijn een bepaald aantal eisen waar je aan moet voldoen, wil je die FNR-cultuur creëren in ja. een organisatie. En laten we beginnen bij het eerste punt, en dat zijn die supercollega's, zoals ja. ze dat noemen. noemen hè? Dat hoort bij die. Talentdensiteit. Misschien goed om dat ook toe te lichten. Van, ja, wat ja. is dat dan? Het is een vrij nieuwe term, denk ik. Veel ja. mensen kennen het niet: talentdensiteit. En vanuit mijn perspectief vertaal ik het als um, extreem getalenteerde mensen op verschillende domeinen ja. heel veel op één beeld. Pat gezegd. Ja. Dat is talentdensiteit. Dus het verhogen van zoveel mogelijk talent in je organisatie. Nou ja, wat is dan talent volgens nou ja, Reed Hastings en misschien ook Aaron Meyer. Inmiddels. Ja. Um, dat is niet slechts je bent hyperintelligent. Nee. Want dan denken we vaak van: oh ja, dat zijn, vaak alleen, dat zijn dus alleen maar de slimme mensen. Nee, nee, zeggen ze dat, dat is niet zo. Want ze hebben dus een voorbeeld gegeven van een bepaalde ontslagronde in 2001, waarbij er dus een hele zwik mensen eruit is gegaan bij Netflix in de in early days. Ja. Um, ook de hyperintelligente mensen, die hebben spreekwoordelijk de zak gekregen. Waarom? Ja. Nou ja, omdat zij vrij pessimistisch en negatief waren. Dus ook ja. dat wordt gezien als een stukje talent. Wat is je houding jegens je collega's, jezelf um, um, in het bedrijf? Ja. Dus nou ja, om dat even toe te lichten: van wat is dan die talentdensiteit? Dus, dus a, intelligentie, creativiteit, competentie, een stukje sociale vaardigheden, ja. uh, productiviteit en efficiëntie. En ik mis er nog één, want volgens mij waren het er acht, maar dat weet ik even niet meer. Dus. Maar er zijn dus een x aantal. Ja. Domeinen waar ze naar kijken binnen Netflix. En dan kun je zeggen: ja, iedereen is creatief, maar niet iedereen is creatief op een bepaald niveau. En ja. dat is waar ze bij Netflix heel erg naar kijken. Ze zoeken de beste van de beste. In hun eh ik ben ja. niet een sportfanaat... maar <laughs> als je wel. kijkt naar bijvoorbeeld de Champions League volgens mij is dat een hoge league daar zitten vaak de besten van de besten. Die zijn daar geselecteerd, die worden in die groep gezet en die moeten met elkaar samenwerken. En ik heb het idee dat Netflix dat ook heeft gedaan. Nou, la Laten we beginnen met het voorbeeld wat je noemt, hè? want Reed Hastings schrijft ook in het boek dat hij min of meer bij toeval, um, hè, die in, in 2001 ging het niet goed, dat was denk ik ook de, 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 de internetbubbel, dat, dat is voor heel veel alweer heel erg lang geleden, maar rond 2001 hebben we een internetbubbel gehad, toen moest Netflix, ik geloof 40% van hun medewerkers moesten ze ontslaan, mm. gewoon omdat het gewoon niet goed ging. En toen hebben ze, nou dat beschrijft hij ook heel mooi in het boek, hebben ze eigenlijk gewoon een stapel gemaakt van mensen die ze sowieso wilden houden en mensen die, waar ze dan afscheid van namen. En ze merkten dat ze gingen selecteren op A, uh, kwaliteit ja, kunde, mm -hmm. maar ook dat ze heel erg gingen selecteren op... Um, uh, of iemand een teamplayer is. Of iemand uh, de bijdrage die de persoon aan de organisatie levert. Passie voor de organisatie. Dat was ook een ja, van de. Passie. En, en, en alle, alle wat zij dan noemden: dan de, de pessimisten en, en de jama's en, en, en de negatievelingen hebben ze allemaal niet meegenomen. Nee. En hij dacht van uh, dat wordt een ramp want ik heb uh, 40 mensen ontslagen. De motivatie is weg. Maar hij merkte daarna dat die, die, die periode na, dat die, die 60% die overbleef dat die floreerde. Mm. Dat hij eigenlijk veel beter presteerde... dan voor de, de ontslagronde. Ja. En hij ontdekte toen van... ja, maar wacht eens even. Als ik talentdensiteit... als ik go allemaal goede mensen... en goede is... In, 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 ik zeg het een beetje plat... met een goede kop erop... Mm. Met, een goede, uh, met een goede mindset... als mm. ik die bij elkaar zet... dan, dan ga ik succesvol hebben. Mm. Zet ik daar mensen tussen... die niet goed genoeg zijn... of, of een verkeerde mindset... of uh, de boel naar beneden trekken... dan gaat dat helemaal ten koste van het team... Ja. En ik, dat, dat geloof ik zelf ook. En, um, uh, en dat heeft geleid tot een hele hoge talentdensiteit. Uh, mm -hmm. En daar heeft hij heel erg op ingezet. Dus ja. eigenlijk, en, en dan maak ik even een, een, een uitstapje naar het boek Good to Great... wat ook Reed Hastings volgens mij erbij haalt. <coughs> dat in Good to Great wordt ook beschreven... als je bedrijf succesvol wil zijn... moet je eerst de wrong people out of mm. the bus... En dan de right people in de bus. Ja, dat dus heeft je hij moet dus doen. eigenlijk in 2001 gedaan. Dat is eigenlijk gedaan. ook een vorm van talentdensiteit. Dat heeft hij gedaan. Onbewust ja. misschien bewust. Uh, hij schrijft het als onbewust. Ja. Heeft hij inderdaad de verkeerde mensen uit de bus geflikkerd. Uh, nou ja, gegooid, om er netjes ja. blijven. En de nieuwe mensen, of de, de juiste mensen in de bus gehouden. En toen u ze gaan doorrijden met zijn bedrijf, en toen hij realiseerde hij zich een, wacht eens even. In plaats van dat ik nu heel veel kritiek en commentaar ja. krijg van mijn medewerkers, is het haast een relief. En is, ja. iedereen is hartstikke relaxed en blij en vrolijk. En hebben ze er juist heel veel zin in. Ja. Ja, en, en, en dan, dan dus die selectie van talentdensiteit. En hij zegt ook in zijn boek van, eh, dat als iemand. Um, uh, als iemand gewoon niet goed genoeg is... of niet de juiste houding heeft... dan word je bij Netflix ontslagen. Ja, dus vrij harde je de, cultuur. Ja. Dus dat, ja, ik weet niet of dat... Ja, maar dat vind ik op zich een harde... en ik wil niet zeggen dat dat fout is. Nou. En het is denk ik ook afhankelijk van wat voor soort bedrijf je hebt... welke ambities je hebt met je bedrijf. Want als jij de beste van de beste wilt zijn... in je ja. niche... In je, dan is er één ding... wat in ieder geval zijn een kuif boven water staat... je hebt te maken met competitie. Want ja. als je de beste wil zijn... Dan ben je namelijk aan het beduiveren met andere bedrijven. Dus je moet ook de beste zijn. Wat betekent dat je ook hard moet zijn in je organisatie en je cultuur. Wat wil zeggen ja. dat je gaat niet voor B-spelers of C-spelers, maar voor A-spelers. Want ja. die A-spelers zorgen ervoor dat jij op die nummer 1 terechtkomt. En dat is heel duidelijk, vind ik zelf, ja. hoe ze dat omschrijven in het boek. Als jij goed bent, ben je bij Netflix niet goed genoeg. Ja. En dat is, ik, ik vind dat vrij hard. Ja, maar hij koppelt daar één ding bij, wat ik wel ook wel weer uh, uh, ja, toch wel ook wel slim of goed vind. Of in ieder geval wat uh, hij zegt ook wel, hij wil topspelers, maar hij wil ook top betalen. Hè? Ja, ja, ja. Dus hij wil de Klip. hoogste Marktconforme salaris. Hij, hij zegt ook van iedereen, ik wil topspelers, ik wil hoge talenten en ik wil ook goed daarvoor betalen. Ja. Dus hij zegt ook van uh, hij wil, uh, aan de bovenkant van Marktconform betalen en mm. lief of of meer. En dat vind ik ook wel weer goed, want hij creëert eigenlijk een verhaal. En eigenlijk zegt hij van, ja, als je bij Netflix wil werken, gaan we heel veel van je eisen en van je verlangen. Mm -hmm. Maar ja, je krijgt ook heel, je krijgt ook heel veel terug. Ja, als supercollega bij ja. Netflix ja, zit je wel ja. goed. Maar ja, uh, it comes with a price. Ja. En een behoorlijke, vind ik zelf. Ja, en, dus, en dus in die zin, um, um, uh, als, als, je, als, je hier, als je hier niet van houdt of niet wil, dan moet je dus niet bij Netflix nee. werken. Dus en als dan de vraag is: hè, is dit voor iedereen? Nee. Nee, nee dat denk ik denk ook niet. niet. Nee. Nee. Denk ik zeker niet. Je hebt dus te maken met hè, wat voor bedrijf heb je ja. dus waar wil je naartoe met je bedrijf? Wil je gewoon een fijn bedrijf ja. hebben die het hartstikke goed doet. Maar ben je niet in de race om de aller aller allerbeste te worden. Ja, moet je niet ja. op deze manier je organisatie gaan nee. samenstellen. Want ja, dan sla je de verkeerde toon aan. Maar wat dan wel leuk is, stel je voor dat je nu een organisatie hebt en je zegt van ja, maar dit kan ik in mijn organisatie niet doen. Dan is het nog steeds interessant om het boek te lezen. Omdat hij wel heel duidelijk een. Aangeeft van wat het effect is van talent en niet-talent en hoe mensen met elkaar omgaan. Je leert er wel veel ja, van. 100% hands-down. Dit boek is ja. ongelooflijk waardevol. Want ja. zitten er zitten bijvoorbeeld ook dingen in. Bijvoorbeeld over het feedback geven. Daar gaan we het straks over ja. hebben. Hoe waardevol dat is. En dat vind ik ook. Hè. Dat hebben we ook best wel vaak. Hebben we ja. daar misschien een sessie over of een training? Feedback geven. Hoe doe je dat op een constructieve manier? En ik vind dat ze daar best wel goed ja. in zijn. Maar je wil, je wil naar het punt 2 toe. Of is dat punt 2 of, uh, of uh, punt 3? Ja, is nee, punt 2 twee. Twee is, uh, ja, is een mooi bruggetje dan, denk ik. Ja, ja, dit is een tweede punt. Hij noemt het dan de dots, de stip, de tweede stip. En dat is uh, meer openhartigheid creëren. Hm. En die vind ik zelf heel sterk in zijn boek. En, uh, en, en het valt me op dat um, toen ik het las en, en erover las, dat, hoe, hoe, hoe eigenlijk hoe ondergeschoven dit kindje nog is. Dat nog heel veel bedrijven hiervan kunnen leren. Want hij is enorm, en ik ook hoor, al jaren, uh, al uh, voor een. Hele sterke feedbackcultuur. En, 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 en hoe ik wat ik heb geïnterpreteerd en hoe hij het volgens mij bedoelt, feedback is, is positief en negatief. Mm -hmm. uh, alleen positief is, is absoluut ook nodig. Mm -hmm. Alleen van negatieve feedback leren we veel meer. Ja. Dus als ik jou vertel dat je iets goed doet, is fijn. Dat is ook goed om te vertellen. Maar als ik vertel dat jij iets niet goed doet. En je gaat het daardoor beter doen. Dan is de winst voor je bedrijf, voor je organisatie wel groter dan als je iemand een compliment geeft. Het ja. is allebei nuttig. Alleen uh, nee, en, en hij laat ook in zijn boek zien hoe je dan dus heel goed negatieve feedback kan geven. En ja. waar je aan moet voldoen en niet. En daar, daar, daar geloof ik wel in. Want ik, 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 zie, ik merk zelf in mijn eigen branche is dat mensen feedback geven wel heel erg moeilijk vinden. Ik vind ook dat dat moeilijk is. Oh ja, dat ik. Ja. Ja, ik vind feedback geven is ongelooflijk feedback, moeilijk. Ja, dat ja, nee, is echt moeilijk. Ja. Ja. Ja, maar ik vind het, want hij heeft ook een toelichting en ik weet hem zo niet meer uit mijn hoofd. Ga daarom het boek er even bij pakken, want die regel die gaat namelijk als volgt: um, zeg wat je echt denkt met een positieve intentie. Ja, dus ook die negatieve feedback moet vanuit een positieve intentie komen, met dat wil zeggen, als achterliggende ja. gedachte: ik wil jou als persoon en het bedrijf verbeteren, en daarom ja. geef ik jou deze feedback. Ja, hij, hij, ik heb het ook even opgeschreven, want ik heb het, uh, hoe hij, een mooie uitspraak van hem is van. Ik ben op zoek naar onzelfzuchtige openhartigheid. Dus hm. ik ben openhartig naar jou, maar niet, niet vanuit mijn, mijn ego, maar meer omdat ik jou echt wil helpen. En waar hij niet op zit te wachten is briljante hufterigheid: oh ja, is van mooi. ik ben zo geniaal, ik ben zo slim, ik zie jou lekker fout doen. Ja. Van de, die die vliegende blijven volgens mij bij Netflix ook heel snel eruit. Hm. Van die mensen die precies weten hoe het moet en vooral het, 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 een soort satanisch genoegen uit, uh, uithalen, om, om vooral anderen op hun nummer te zetten. Ja. Die gaan bij Reed Hastings, geloof ik, direct door de shredder. Als ik zo'n verhaal lees. Dus hij hij wil wel die. Sterker nog, als dat gebeurt, is dan ook de uitspraak: wij nemen geen blad voor de mond. Als iemand eruit gaat vanwege uh, onprettig gedrag of wat dan ook, ja, dat gaan we wel vertellen. Ja. We gaan niet verzwijgen of een mooi verhaal vertellen om de situatie daadwerkelijk te verbloemen. Als jij je ja. niet aan de regels houdt of je gedraagt je heftig of wat dan ook. Wij nemen geen blad voor de mond. Nee. Wij, vertellen, wij vertellen gewoon open in onge, onze organisatie wat er gaande is. Ja, en ja. Daar, daar, daar kunnen we allemaal nog heel veel van leren. Ik, ik denk dat het veel bedrijven daarmee bezig zijn. Want ik ken het uit het verleden ook wel. Dat, vroeger, en hopelijk gaat het nu veel beter, maar dan werd dan ik ingevlogen als coach om iemand die niet goed functioneert te coachen. Dat heb ik over 10, 15 jaar geleden. En daar werkte ik met die persoon. Ik ging er meer aan de slag en aan de slag. En uiteindelijk, uh, soms wel, soms niet, lukt het niet. En dan werd zo iemand... Ontslagen of het contract werd niet verlengd. Mm. En dan was het hele bedrijf in rep en roer: van hoe kan het nou dat die persoon ontslagen wordt? Niemand wist dat hij niet goed functioneerde, want dat werd niet gecommuniceerd en geuit. En daardoor ontstaat een hele rare situatie: dat, dat je dan iemand vertrekt en dat, 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 dat mensen bij, op, op, op een poten gaan staan. Terwijl nu, als ik nu een traject inga, met een, als nu een organisatie mij vraagt: van wil jij deze persoon coachen? want hij functioneert niet goed en dan in dit geval zijn het vaak leidinggevenden. Dan zeg ik prima, wil ik wel doen onder één voorwaarde, dat het ook bij iedereen bekend is. Okay. Dat je ook want die, vroeger was het zo dan leidinggevende had veel kritiek, dan haalde hij een coach erbij, ging een beetje in de achterkamers. Ik coach nu leidinggevenden die het niet goed doen, mm. maar dan wil ik ook gelijk dat alle medewerkers het weten dat hij het nu op dit moment niet goed doet en ook meehelpen om hem naar een hoger niveau te ja, krijgen. Goed. Dan zeg ik als, als dat niet als die voorwaarde niet wordt ingewilligd, dan doe ik het niet. Nee. Maar dat vergt, en zo opschrijven ze dat ook wel deels in het boek, dat vind ik, vergt best wel veel van een persoon. Ja, En dat ook, is ook dat zo. hoort bij die talentdensiteit. Want ja. Ja, je, hebt, je noemde net al een stukje ego. Daar heb je mee te maken hoe je het ook went of keert. Ja. Dus op het moment dat jij jezelf blootstelt in een organisatie die zo open is. Dan heb je ook te maken met je ego, die gekrenkt ja. kan worden. Je moet kunnen incasseren. Dat mensen die jou feedback geven. Dus negatieve feedback. Wat eigenlijk ook gewoon kritiek kan zijn, misschien wel met een positieve intentie, maar je moet dat wel even zien te incasseren ja. op het moment dat jouw collega tegen jou zegt: luister, hoe je dat hebt aangepakt, dat is niet goed, want ja. dit, dat en zus. En wat ik volgende keer zou willen zien, waardoor je het veel beter gaat doen, is dat, dat en dat. En dan moet je dan op dat moment ook nog eens een keer tegen je collega zeggen: bedankt. Wat ja. fijn dat je me daar heeft geholpen. Ik vind dat je dat. Dat is een ongelofelijke prestatie, als je dat als mens ja. kan creëren in een organisatie. En dus ook meerdere teamspelers op die manier met elkaar kunnen omgaan. Ja, ik ik denk, dat, ik, dat is ons uitzonderlijk. Ik denk dat dat de next level is. Ik denk dat we dat in, uh, door de door de, eeuw, door de jaren heen. Ik denk dat we daar nu aan toe zijn om dat gewoon goed in te voeren. Een goede mm. feedback -autuur. Ik denk dat we die nooit echt gehad hebben. Mm. En ik ben blij dat dat nu de mogelijkheid is. En een, een een voorbeeld van nou, een initiatief dat ik een paar jaar geleden heb gehoord, wat ik heel erg leuk vond, het was een team. Hè, dat, dat, dat hadden we bedacht met, uh, met, uh, met een, uh, een team, wat gewoon uh, vijf mensen. Die, die werd, ja, je gaat je functionerings- en beoordelingssystematiek. En daar gewoon, werd gewoon gezegd: van, nou, van alle uh, uh, aandachtspunten van alle medewerkers werd voor iedereen bekendgemaakt. Mm. En iedereen kreeg de opdracht om elkaar naar het hoger niveau te helpen. Dus iedereen wist, elke vijf wisten van elkaar. En Normaal ben je gewend van vroeger, van, nou, je, gaat, je hebt een leidinggevende en je hebt dan vijf medewerkers. Die hebben allemaal vijf hun gesprekje waarin ze horen wat hun aandachtspunten zijn. Mm. Iedereen gaat gewoon weer naar zijn werk. Collega's weten niks. Ja, hebben misschien wel een vermoeden of zien het. Nu was het gewoon jongens, we hebben vijf gesprekken gehad. Jongen, er was gewoon letterlijk een lijst van dit zijn de aandachtspunten van iedereen. Mm. Uh, werken samen maar aan. En aan het eind van het jaar gaan we zien of het ons gelukt is. Mm. Vond ik een hele leuke methodiek. Kon ja. ook omdat die groep elkaar goed kende. En, en, en ook heel erg met elkaar samen en ook van elkaar afhankelijk zijn. Dus de setting was er ook naar. Maar het leverde wel op dat mensen dus ook heel graag elkaar wilden helpen. Ja. Hey, en, en in één keer kwam ook een cultuur van... Oh, wacht eens even, jij bent daar niet goed in. Oh, ik ben hier niet goed in. Oh, jij bent daar goed in. Oh, ik ben hier goed in. Hey, oh, wacht eens even. We, 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 je kunt je kwetsbaar opstellen, je vertrouwt elkaar. En wat Reed Hastings wel zegt... Hè, dat de, hij heeft het over de, het 4, 4A feedback model. Ja. <coughs> moeten we wel even noemen, want... Dat, is, dat beschrijft hij in het boek. Bij, bij Netflix hanteren ze het 4a feedback model. En dat die 4a zijn, ik, ik heb ze niet uit mijn hoofd geleerd, dus ik lees ze gewoon even op. Eén is assistentie. Dat is gewoon uh, de a van assistentie. Uh, je moet feedback willen doen om iemand te helpen, te assisteren. Mm -hmm. Dat is stap 1, de onzelfzuchtigheid. Uh, de tweede a is actiegerichtheid. Dus er moet een actie in de feedback zitten. Je kunt niet zeggen, uh, hij geeft dan als voorbeeld in zijn boek, iemand zat dan met een tandenstoker tijdens een gesprek. Dan kun je niet zeggen van, ja ik vond dat met die tandenstoken, dat deed vond ik niet cool. Nee, dan moet je zeggen, joh, uh, je deed het met die tandenstoken. Als je wat nerveus bent, uh, doe do, do dan een fidget toy in je broekzak of zo. Of doe iets anders, of ga ik doedelen, maar niet een tandenstoken. Nee. Dan is het actiegericht, dan geef je feedback met een actie erin. Van hoe je het En de derde en A is appreciëren. Dat heet uh, thank you, dankjewel zeggen. Mm -hmm. I appreciate it, ik hey, bedank dat je me feedback hebt gegeven. Dat moet dan de ontvanger doen. En vier, en die vind ik ook wel leuk, accepteren of negeren. Dus de persoon accepteert jouw feedback... maar de persoon heeft ook het recht om te zeggen van... nee, ik ben het niet met je eens, ik doe er niks mee. Ja. Maar dan moet je het wel kenbaar maken. Ja. Nou, dat zijn, en dat vind ik zelf uh, uh, mooi. En wat hij dus wel doet, en dat vind ik ook mooi... Hij in, in Netflix investeert ze ook heel veel in... dat gaan we in deel 2 en deel 3 nog weer zien... Hè, zijn ze heel veel gaan investeren van... hoe zorg je voor een feedbackcultuur, feedbackcyclus... hoe stimuleer je feedback, hoe... Uh, en, dan gaan we, dus ik raad vooral deel 2 en deel 3 te zien, maar daar gaan we ook nog veel dieper op in. Maar ik geloof er ook heel erg in. Je, moet, je Een, een um, feedback is, wat we al hebben geconstateerd, ontzettend moeilijk. Misschien een van de, als ik de Maslow-pyramide krijg, misschien het hoogste kwartje. Mm -hmm. En uh, dat, 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 dat moet je leren, dat moet je stimuleren, dat moet je waarderen, dat moet je coachen, dat moet je uh, al, altijd uh, consistent onder de loep houden of uh, onder de aandacht houden. En daar leert uh, Reed Hastings veel over, mij ja. veel. Daarvan vond, vond ik echt mooi hoe hij dat beschrijft. Ja, ja en wat hij dus ook omschrijft, hè, is dat hij, hoe hij dat aanpakt... is ook vooral door, uh, from, the from the top, zeg maar, top-down, hetzelfde te doen. Dus ook hij geeft en krijgt feedback. Ook Reed Hastings laat hetzelfde gedrag zien... want alleen via die manier heeft hij er dus voor gezorgd... dat de rest van de organisatie dat ook is gaan doen. En dat is één-op-één één model leren... En dat is vanuit het behaviorisme, dat is gedrag aanleren. Ja. Je ziet iemand iets doen en dat doe je na. En dat zingt door het hele boek heen, is dat hij eigenlijk leading example is. Ja. En dat vergt hij ook van anderen. En hij vergt ook van anderen, geef mij maar feedback. Ja. Ik heb dat nodig. Ik heb die behoefte. Ja. En ik, vind, ik vind dat heel erg mooi hoe hij dat doet. Ja, en, en het mooie is dat hij eigenlijk dat noemt iets zo terzijde, terzijde, terzijde of, of zijdelings. Hmm. Terwijl het een heel essentieel aspect is van de, de hele Netflix-cultuur. En dat is context. Geef ja. altijd context. Dus ja. Hij zegt heel vaak in het boek, en dat heb ik van hem overgenomen, dat woord, dat, dat, dat zit bij mij getatoeëerd, dat ga ik een uh, les van mijn leven uh, gebruiken. Creëer altijd context. Hmm. En context is gewoon dat mensen, oh ja, uh, nu snap ik het. Hè. Dus als jij wil dat iemand feedback geeft en ook feedback ontvangt, creëer context door het zelf voor te doen. Ja. Oh, dat bedoel je. Oh, dat, oh, oh. oh. En hij, hij is dan ook iemand die dan aan het eind van een vergadering vraagt, van jongens, hebben jullie feedback voor mij? Hmm. En dan meeste mensen, die, die, die als je dat een, directeur, een CEO dat normaal zou vragen, dan natuurlijk niemand feedback. Nee. En dan is er één iemand die al jaren bij hem werkt en die geeft gewoon keihard feedback. En dan zie je de nieuwkomers echt denken van, dat je dat durft te zeggen tegen je directeur. En dan reageert hij daar heel positief op en dan bedankt hij hem, appreciate. Nee. En dan, is, dan geef je context. Oh, dus dat bedoel je met... En context is echt essentieel. En dat ja. vind ik echt knap hoe, hoe, hoe Reed Hastings dat, dat laat zien... Hoe je dus hè, context creëert. Ja. ja, en als je het dan hebt over die, 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 die super collega's die in de talentdensiteit het geven van feedback. Ik denk, volgens mij omschrijven ze dat ook wel een beetje, dat dit een jarenlange conditionering is geweest bij Netflix. Dit is niet vanaf de een op de andere dag. Nee, dit kun je niet zomaar aanleren. Dit is echt een fundamentele verandering in hoe jij als mens communiceert met andere mensen. Dus ja. hè, als je zegt context geven, betekent dat je verbaal... Best wel hoog moet zitten in je kunde. Je moet best goed kunnen uitleggen wat je voelt, wat je denkt, wat je zou willen. Je moet letten op wat de ander doet met ja. hetgene wat jij zegt. Hoe landt mijn bericht? Hoe reageert ja. de ander erop? Wat vind ik daarvan? Dus het is ongelooflijk moeilijk om dat aan te leren als mens: zijnde, want je hebt te maken met hoe ben je. Je bent je ging 36 en je komt daar te werken, dus je hebt uh, 20 jaar lang in het werkleven gezeten. Uh, dus je bent nogal geprogrammeerd. Dat moet je eerst deels zien af te schudden. en weer wat nieuws omarmen. <laughs> dat is knap, staat je werk. Ja, dat is knap, staat je werk. Ja, en, en, en ik denk ook dat, dat je het um, Je hebt het echt gewoon in je hele leven nodig Dus Niet alleen op je werk, maar ook nee. privé. Want ik kreeg uh, een simpel voorbeeld. Stel je voor dat je vrouw twee uur of een man twee uur in de keuken heeft gestaan. En, uh, en, en een maaltijd heeft gekookt. en je vindt het niet lekker. Geef dan maar feedback. Ja, dat is. Uh, Um, en het antwoord is niet, en als Succes ik dan, van ik vind het niet lekker, maar op basis van Reed Hastings zou ik dan feedback geven eh, actiegericht. Van weet je, ik vond het op die manier niet lekker, misschien heb je daar te veel zout gedaan, of misschien had je daar wat zoet moeten doen, of had je die aardappel, had je misschien beter reis kunnen doen. Ja. Dan geef je feedback. En, maar, maar probeer dat maar eens in een, in, een, in een liefdesrelatie of in een vriendschapsrelatie om feedback te geven. Nee. Feedback is zo essentieel. En het begint eraan, dan is daar de cultuur dat jullie ook. <tacht> Wensen elkaar daarin te verbeteren. Dus is het ja. wenselijk dat jij. Uh kritiek of feedback gaat ja. leveren op de kokens van je vrouw. Als dat niet zeg maar, de afgesproken cultuur is, en jij walft ja. er zo overheen, en dit is mijn feedback, ja, ja. Ga je, dan heb je ook een probleem. Ook al heb je misschien die feedback uitmuntend ja. gegeven, ja. dat is niet de afgesproken cultuur daar. Dus daar heb je eerst mee te maken. Dus ik ben ja. wel kritisch op hè, wat ze neer hebben gezet. Ik denk niet dat het overal mogelijk is. Ik denk ook niet dat het voor iedereen mogelijk is, want het is een ja. niveau wat niet voor iedereen haalbaar is. En de wetenschappelijke literatuur is er ook vrij helder over. Niet iedereen haalt dat level van competentie. Dus ja, weet wel wat je probeert te creëren ja. in je organisatie. Dus wees daar gewoon kritisch op, denk ik. Ja, maar je kunt er wel heel veel van leren. Zeker hè? weten. En, en, en dan, zullen we naar punt 3 gaan? Van ja. controle verminderen, want die, <coughs> dat is dan zijn derde tip. En, en met controle verminderen, hij zegt dan in deel 1, dus zeg maar de eerste laag van. De, en in deel 2 en deel 3 gaat hij een stap verder, maar je moet beginnen, zegt hij, met controle verminderen. En dan noemt hij het voorbeeld van. Uh, schaf vakantiedagen af. Mm. Dat is zijn. Uh, ja. En ik, ik vond daar op een gegeven moment, dat ik, ik vond het een beetje misleidend. Ik vond het boek, ja. de titel vind ik No Rules Rules. Ik denk, nou, dat is tof. Organisaties zonder regels. En dan begin je te lezen en denk, ja, maar wacht eens even. Ja. De, wacht eens even. Er zijn wel zeker regels. Ik vind vooral dat er, he, Ze hebben vooral expliciete regels, die hebben ze geschrapt. Dus beschreven regels, die hebben ze geschrapt. Maar er zijn wel heel veel impliciete regels ja. die ze hanteren. Echt ja, want, want hij zegt schaf vakantiedagen af, maar hij maakt gelijk impliciet de regel: je moet je werk wel af hebben, je moet het met collega's hebben, je moet dit. Dus yep. ja, dat zijn eigenlijk ook. Het uh, zijn gewoon regels. Maar, maar, maar de, de basisgedachte snap ik wel. Al, al is, al is uh, schaf vakantiedagen af voor, voor West-Europa een wat lastiger voorbeeld dan voor Amerika. Want uh, 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 in Amerika hebben ze gewoon uh, heel weinig vakantiedagen mm -hmm. en uh, heel veel verplichte feestdagen. En wij hebben in Nederland hebben het net andersom. We hebben heel veel vakantiedagen en heel weinig verplichte feestdagen. Okay. Kijk, wij hebben kerst en, en, uh, en oud en nieuw. En, 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 uh, nou, en wat hebben we nog aan, vaste, aan feestdagen? Maar in Amerika heb je Independence Day, uh, uh, President's Day, uh, Martin Luther King Day, uh, Thanksgiving. Dus die hebben veel meer. Dus die hebben eigenlijk een, enorm, een enorme kluit van verplichte feestdagen. Wat vroeger niet leuk was, maar nu juist heel erg leuk. Want, het, want in deze 24-uurs-economie weten de Amerikanen allemaal wanneer ze vrij zijn. Want je hebt Thanksgiving, dan weet je gewoon dat de hele natie vrij is. Mm. Wij hebben heel weinig en we hebben heel veel vrije dagen. Dus we hebben gekozen voor, laten we zeggen, geef iemand vijf vaste dagen de verplichte dagen en 25 vrije dagen. Mm. In Amerika is het net andersom. Dan heb je eigenlijk 20 verplichte dagen en vijf vrije dagen. Okay. Dus dan is, dat, dan is het een heel andere discussie, want... Want uh, als je in Nederland zegt van schaf vakantiedagen af, dan is het een heel ander dilemma. Want dan moet je in één keer twintig dagen anders gaan regelen. Mm. Maar je idee erachter dat je dus zeg maar, dat je zegt van geef mensen hun eigen verantwoordelijkheid, ja, daar geloof ik wel in. Mm. En hij zegt ook weer daarbij: schets context. Dus hij zegt ook van als jij als, 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 als organisatie, als leidinggever, zegt van schaf vakantiedagen af, dan moet je als, als manager, als leidinggevende het goede voorbeeld geven. Ja, dat is ook weer dat model leren. Ja, laat, vooral laten en, zien wat je graag wil dat de rest ook gaat doen. En het mooie is dat hij dat als voorbeeld geeft: dat, dat, dat je dus als leidinggevende dus wel op vakantie moet gaan. Ja. Dus dat je niet uh, de superleidinggevende moet uithangen die nooit vakantie nodig heeft. Nee. Maar dat je als leidinggever gewoon moet zeggen: je hey, ga even lekker drie weken vakantie, want ja. ik heb het goed gefixt. Maar dat vond ik zelf wel een inzicht. Want toen ik dat <coughs> las, toen ik dat last, dacht ik zelf: van, ja, daar kan ik zelf nog wel eens een goed voorbeeld aan nemen. Want ik ben iemand die zeg maar niet vakantie neemt, geen vrije dagen. En dat als, zeg maar, als leidinggevende. Ja. Uit zou dragen als ik dan reflecteer op mezelf, denk ik, oh, dat ben ik daar niet het leidende voorbeeld in. Nee, ik ook niet. Dus nee. ik zou meer dat moeten gaan doen. En dat was toevallig, want ik heb dit boek gelezen, onderzoek naar gedaan en net op dat moment, een week later of zo, werd ik ziek. En ik kom wel vanuit een opvoeding van, ja, je snapt het een beetje, maar je hebt je been niet gebroken, dus wst, ja. aan het werk. Ja. En zo behandel ik mezelf dan ook, want toen dacht ik, oh, wacht eens even, nee. zou ik dat wensen van mijn collega's allesbehalve? Nee. Lekker thuis blijven, uitzieken, maak je geen zorgen. Dus ja. toen dacht ik, ja, wat moet ik nou eigenlijk doen? Ik ben ziek. Ja. Dus ik, ik ben ziek. Dus eh, zo zie je wel weer hoe dat boek lezen wel invloed kan hebben op ja. hoe je je gedraagt. Dus ik vind het echt wel een goed boek. Ja, en, 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 het, en wat ik ook nog, waarom ik dit even zo toelicht, uitleg, dit boek is geschreven voor de coronacrisis. En eigenlijk hmm. is dit hele idee van vakantiedagen min of meer achterhaald doordat we nu thuis werken en. en ja, uh, en, en, ja. uh, want want hij, wat hij zegt van neem de rust als je het nodig hebt... dat doen ja. we nu eigenlijk al op, op dagniveau. Ja. Als jij, uh, uh, als jij uh, uh, de dingen nodig hebt, dan hoef je het nu niet meer vrij voor te nemen. Nee, Helaas had ik iemand die moest een keuken laten installeren. Vroeger zou je daar een dag vrij voor nemen. Nee. Nu werkt hij gewoon thuis, want ze komen van 9 ja. tot één... En dan nou, de rest van de middag, en dan regelt hij dat in zelf In dat opzicht wel. is het wel praktischer geworden. Dus is eigenlijk, maar het tweede voorbeeld wat hij geeft over de controle verminderen, die gaat dan weer wel op. Want eigenlijk zou ik willen zeggen, dat van dat vakantiedagen is een beetje achterhaald door, de, door, dat, door nieuwe inzichten in thuiswerken. Maar dat, want, want hij zegt, van je moet je rust pakken. Maar het tweede is, schaf reis- en onkostenvergoedingen af. Hmm. Of uh, regels over reis- en onkostenvergoedingen af. Ja. Laat mensen gewoon zelf hun kosten maken. En, ja. Ja. en ja. <coughs> daar geloof ik wel in. Ja, ik, ja, ik vind dat wel mooi dat ze daar ook weer voorbeelden aan geven. Ja. Dat iemand die lekker op de kosten van de zaak, als God in Frankrijk gaat leven. die krijgt gewoon een zak. Nee. Ja, nee, nou, hoor ho, ho, eens. Die gaat nu een te snel. Oh. Het, het eerste is: van, van, uh, wat, 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 uh, je moet uh, ook weer context weer creëren. Mm -hmm. Kijk, in Amerika is een heel andere cultuur. als het gaat om onkostenvergoeding als Nederland. Hè? Als je in Nederland zijn wij gewend. als jij iets wil uitgeven, dan ga je naar je leidinggevende en dat is genoeg. Mm. In Amerika moet je soms zes handtekeningen halen. Okay. Als, jij, als jij in een vestiging in, in, in Florida... en de hoofd, hoofdvestiging zit in New York... dan, dan moet je som, heb je soms zes... En, 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 en niemand durft en dat. Dus Amerika is, heeft veel meer een cultuur van... iedereen moet er een, een handtekening. Uh, mm -hmm. Dat is de basis. Dat legt hij ook uit in het boek. Hij geeft, uh, en, en, maar uh, hij zegt dan ook van... schaf het gewoon af... En, Wederom, creëer context. Ja, precies. Maar wat ja, ja. jij zegt is niet helemaal waar, want je, gaat, je vergeet één stap. Zij hebben toen gezegd van, uh, en dat, ik heb die opgeschreven... want ik vond het een heel leuk verhaal van hem. Hij, hij, die, hij heeft op een gegeven moment de regel gecreëerd... geef je bedrijfsgeld uit alsof het je eigen geld is. Oh, ja, ja, ja. En dat ging niet helemaal goed. Nee. Want medewerkers dachten, hey, Netflix, het geld klopt niet tegen de plinten op. Eh, wat zou ik doen als het mijn eigen geld was, als ik rijk ben... Flink uitgeven. Mm. En hij geeft daar een heel mooi voorbeeld over, waardoor hij dus, dus een knop om om, om ging. Zij, zouden, zij gingen met een. ze moesten vliegen naar Mexico, geloof ik, of ze moesten naar een ander land vliegen. En hij had keurig zijn vliegtickets geboekt. en zijn managementteam, of ze had ook tickets geboekt. Dus hij stapt het vliegtuig in. Hij ziet zijn hele managementteam in business class zitten. Mm. voor een korte vlucht. en hij loopt zelf door naar. Uh, gewoon uh, economy. Gewoon, uh, economy. Mm. Dus hij denkt van. Huh? Hoe kan dit? En toen dacht hij bij zichzelf, ja maar wacht even, wij, wij maken flink winst. Ja, stel je voor dat ik een heel hoog salaris zou hebben. Ja, en ik geef het geld zoals het mijn eigen geld is, ja dan zou ik misschien ook business class vliegen. Ja. Toen dacht hij, want dit is niet de bedoeling. Dus toen heeft hij een nieuwe regel gemaakt. Hij uh, heeft gezegd van uh, um, handel in het belang van Netflix. Hmm. Dus niet meer, want hij heeft eigenlijk. eigenlijk ja, er zit dus het mooie van Reed Hastings, dus hij, hij was niet boos op zijn medewerkers van, joh. Ja, jullie zitten hele dure dingen te doen, maar hij dacht van hé, hey, wacht eens even. De psychologie van de mens, als ik genoeg geld, als ik heel veel geld heb. Mm -hmm. En toen heeft hij de nieuwe regel bedacht, dus handel in het belang van Netflix. Dus is het, is het voor Netflix van belang dat jij business class vliegt voor 1000 euro, of dat jij met 200 euro economy vliegt voor een vlucht van twee uur? Mm -hmm. Nou, dan is het, dan is het voor, 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 voor Netflix van belang dat jij economy vliegt. Maar hij geeft ook als voorbeeld, stel je voor dat jij in Japan, in Tokio, een hele belangrijke presentatie hebt. Mm -hmm. Uh, en je wil je goed voorbereiden en goed te aankomen, dan mag je van hem business class vliegen. Ja, Want dat is in het belang van Netflix. Yeah. Yeah, dus het is in het belang van Netflix is het dus niet altijd de goedkoopste. Nee, precies. Daar ben ik het mee eens. En daar creëert hij weer context. Ja, en wat hij dus <coughs> ook aangeeft, hè, dat hij um, ook wanneer dus iemand, een collega of medewerker, de streep, de streep over gaat of het niet goed doet, dan legt hij dus ook automatisch die verantwoordelijkheid neer. Niet bij de medewerker, maar misschien bij de leidinggever of de manager. van Heb jij wel genoeg context gegeven? Ja. Is het probleem de schuld van de medewerker... of is het jouw schuld He Heeft die medewerker wel gesnapt dat we, ja. Uh, ja. ja, dat, dat vind is, ik ook wel ja. mooi. Dat is ook weer verantwoordelijkheid ja. neerleggen. En het ontslagvoorbeeld wat jij noemt... dat komt eigenlijk in deel 2 en deel 3. Is, ja, is, dat, dat is dat zo? Is, hij zegt van... er is bij Netflix nul controle... dus iedereen mag gewoon geld uitgeven doen... maar hmm. wat ze wel doen... en dat is niet mijn systeem... maar dat heeft hij bedacht... Uh, dat ze dan... 10% controleren ze. Dus ja, ze ja, hebben ja. een soort accountancy. Dus aan het eind van het jaar... State pakt dan een steeksproef. Mm. En als, als je in de steekproef gepakt wordt... dat jij dus iets doet. Mm. En hij geeft ook een voorbeeld van iemand die dus... Uh, op uh, kosten van Netflix uh, vakanties aan het boeken was. Mm. Dan word je direct ontslagen... en ja. dan word je ook aan een schandpaal genageld. Dus ja. dan wordt ook aan een hele organisatie... Een waarschuwing is er Een waarschuwing van deze persoon... heeft misbruik gemaakt van de ja. regel... en die kan direct zijn doos inpakken. Ja. Maar dat vind ik zelf niet helemaal... Goed, want dan... Dat is angst, hè? Ja, dat dus vind, vind, vind ik ook. Dat angstcultuur. Daar hou ik niet van. Het, 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 het <coughs> grenst... Het, het, ik het las het ook en ik oh, het grenst heel erg Het grenst er heel erg aan. Ze zeggen wel van... We gaan het niet verzwijgen. We gaan geen mooie verhaal vertellen. We vertellen gewoon... Deze persoon is eruit gegaan. Dit is de reden. We gaan niet in details treden. Maar ja. Dit is de situatie. En het grenst heel erg inderdaad aan... Kop op spiezen zetten van... Beware, let op. Als je je niet aan de regels houdt, dan zwaait er wat. Dacht ik, nee, dat niet. Ik zou dan eerder kiezen voor iedereen moet gewoon zelf doen en aan het eind van dit wordt gewoon alles gecontroleerd en worden gewoon de anomaliën, de afwijkende dingen eruit gepikt en die moet je dan toelichten. Kun je geen toelichting geven? Dan zou ik zeggen ontslaan. Hm. Maar dan moet je alles controleren. Want nu, nu kan het dus ook zijn dat dus één iemand. Dus tussen, je kunt kansberekening doen. Ja, de de nut maximaliserende crimineel. Ja. Ik heb 10% kans dat ik gepakt word. Ik waag het erop. Ja. En dus dan creëer je niet die cultuur die hij wil, vind nee, ik. Precies. Nee. Dat is nee. vanuit de negatieve. Dus ik, die, daar ga ik niet met hem mee. Hm. Wel in het idee van joh. Uh, uh, maar ik, het, het is, ik heb zo, exact zo'n voorbeeld gehad de af, afgelopen maanden. En dat, dat, dat weet je ook. En van en bij een bedrijf dat iemand in één keer een kreef, bij wijze van spreken ging bestellen tijdens lunch. Mm. Ook omdat die dag van het bedrijf heeft toch geld zat. En toen uh, uh, yeah, was er toch wel onrust. En toen was de eerste reactie van de organisatie: we moeten regels gaan maken. Mm. En toen dacht ik: nee, nee. En, dat, en, en ook, ook, ook op basis van het boek. Je moet niet omdat één iemand gek gaat doen, in één keer voor allemaal regels maken. Uh, je moet met die persoon in gesprek gaan en ja. je moet hem duidelijk maken dat dit niet de bedoeling is en context creëren dus weer context creëren ja. en als hij dat blijft doen ja dan heb je een probleem ja. want hij legt dan ook best wel veel vertrouwen op de schouders neer van die medewerker dat die ja. persoon zelf in staat is om goede keuzes te maken want ja. dat is eigenlijk ook basically wat hij doet hij wil niet voor iedereen een keuze moeten maken hij wil dat iedereen individueel de autonomiteit heeft om zelf goede keuzes te maken in ja. het belang van het bedrijf. Dat, dat leert hij eigenlijk, de ja. medewerkers. En ook wel eens een keer een foute keuze mag maken, maar dan moet je daarvan leren. Dat komt later in het boek volgens mij. Sorry. Maar een, 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 een beetje afsluiten van, van het geheel, van wat, wat, ja. wat ik lees uit die, uit, uh, want dat heb ik ook even hier genoteerd, dat ik dat wel wil noemen. Um, wat hij eigenlijk doet in zijn manier van, hè, want hij heeft het over FNR, Freedom en. en, en, uh, en um, Responsibility. Mm -hmm. Hij zegt eigenlijk van je moet vanuit gaan. Dat, dat is een beetje mijn vertaling van zijn woorden. Uh, dat eigenlijk 95% of 90% van de mensen zijn, hebben het goed, uh, willen het beste. En natuurlijk zitten er mensen bij die het wat minder hebben. Maar uh, uh, je kunt beter gewoon je zoveel mogelijk focussen op die 95%. En die zo min mogelijk uh, lastig laten zijn. Mm -hmm. En dan die 5% als collateral damage nemen. Dan dat je allemaal regels gaat bedenken om die 5%. Te pakken. En hij zegt: En als je maar genoeg context creëert, dan, dan snappen mensen het wel. Dus, dus de, hij zegt eigenlijk uh, focus je op context creëren. Dat mensen begrijpen waarom, hoe ze keuze moeten maken. Mm. En laat je je niet gek maken door, die, door die, dat je die paar procent wil pakken, eigenlijk die 10% met die steekproeven van ja, van een beetje, zo uh, so be het. Uh. Ja. En de reden daartoe <hums> is dat hij zegt. Ik werk in een supersnelle, super creatieve omgeving. En dat is eigenlijk waarom hij de dingen heeft gedaan zoals hij dat heeft gedaan. Want ik neem ja. die schade voor lief. Want ik wil juist, ik wil snelheid ja. hebben en ik wil creativiteit ja. hebben. En dat creëer ik niet met allerlei regels en beklemmen. Ja. Ze moeten vrij zijn. Uh, en ik, ik denk dat het is gelukt. Dat, laten we, ja, volgens mij is dat gelukt. Ja, is die cultuur knapt. creëren. Kijk naar ja. hoe het gaat binnen Netflix. Um, ik heb net uh, seizoen 2 van Creative Things uitgekeken, dus het was <laughs> wel weer leuk. <laughs> dus, uh. maar, ik, en de, de, de ik ken dit, de schaak. Uh. Ik, zie het, ik zie dit niet, zeker niet uh, voor iedereen. Ik vind het wel een ongelofelijke topprestatie. Als ik ja. dit lees, hè, wat er is gecreëerd binnen Netflix, dan moeten we er natuurlijk vanuit gaan dat wat in het boek staat, dat het ook zo is. Uh, echt een prestatie. Is het revolutionair? Mmm. Weet ik niet. Zo staat het wel omschreven. Ik, ik, vind, ik vind het niet revolutionair, maar ik vind het wel revolutionair hoe hij het samen heeft gevoegd. Oké, okay, oké. Okay. Dus dan gaan we richting de Blue Ocean. Want het is niet ja. een nieuw, hij heeft niet iets nieuw verz verzonnen, maar hij heeft, het, hij heeft een aantal goede componenten. Uh, de, 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 dat noemt hij ook de dots, de stippen. Ja. Hij heeft een aantal stippen verbonden. En dat vind ik wel heel goed. Dus het, het, het combineren van talentdensiteit, wat je ook bij veel organisaties ziet. Ja, gaan we naar de. Zuidasch in Amsterdam... dan willen ze in die advocatenkantoren... Willen ze alleen maar de beste advocaten. Mm. Uh, voetbal, sportverenigingen. Uh, je combineert het met die, die, die feedbackcultuur. Mm -hmm. En hij combineert het met die no rules. Hè, dat je gewoon zo, zo min mogelijk regels. En ik vind de vierde... De, eigenlijk de grootste dot, context. Ja. En ja, da, da, die samenvoeging van hem vind ik slim, vind ik mooi, vind, ja. ik, vind ik krachtig. Ja, is, is heel, ik, ik, ik <coughs> zie het meer als een ongelooflijke topprestatie. Ja. Dat wat zeg maar, allemaal wel bekend is, dat hem dat is gelukt in een bedrijf met een omvang als dit. Dat zie ik wel echt als een topprestatie. Ja. Echt bizar. Een vraag: Zou je voor Netflix willen werken? Yeah. Ja. Ja, <laughs> als een cultuurwijze. Ja. Ik zou dat zeker wel willen. Ja. ja, ja, zeker weten. Dat heeft heel erg te maken met competitiedrang ook. Dat daar in die omgeving dus ja. excellentie, hoog niveau, mezelf dus ook hè, bewijzen. Kijk, kan ik daarin functioneren in die organisatie? Ik zou dat heel graag willen meemaken. Hoe is het om daar te werken? En ik zie het wel echt echt als prestige. Ik zie het echt als een prestigeplek. Als je daar werkt ja. op niveau en je kunt meedraaien met dat team. Ja, ik, ik zie dat echt als een precieze ding. Dus ik denk ook dat veel mensen dat zien op die manier. Dat op het ja. voetstuk zetten. Jeetje, ik werk bij Netflix. Hup, ja. Netflix, ja, dat dingetje. Dus voor ambitieuze mensen met, met uh, uh, significantie, prestatiegericht. 100%. Ja, ja. En die echt wel ook wel kunnen incasseren. Want je, ja. <laughs> je gaat leren incasseren daar. <laughs> of je gaat eruit. Ja. Dat is een van de twee. Ik ga een stap verder. Ik, ik zou, want uh, ik ben ook een, iets ouder. Ik zou. Uh, um, in een bepaalde fase van mijn leven voor Netflix heel graag. Ah, ja, oké, okay, begrijp ik. Ja, 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 begrijp ik. Ik zou, ja. als ik, ja, uh, 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 yeah, jij bent dertiger, yeah. jij bent dertiger, ik ben bijna vijftig. Yes. Maar als je, tussen mijn twintigste en mijn veertigste zou ik niets liever willen dan bij Netflix ja, werken. Ongretig. Ja, is ook gretig. Maar nu, nu, nu ik uh, nou ja, toch wel iets ouder ben en ook, ook andere dingen ook belangrijk vind. Ja. En uh, kijk, toen ik vijfentwintig was, was alles werk. Mm. Nu is het nog steeds te veel werk. Maar dat was gewoon 20 voor 7, vond ik fantastisch. Ja. En nu merk ik met een gezin, met kinderen, met, dat, je ook, uh, dat je op een gegeven moment ook wel. Ja, dat er ook een ander leven is. Ja, dus dus maar ik het, denk het, voor, 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 voor 20 tot 40 is het een mooi Maar Het moet ook bij je passen. Ja. Het moet bij, bij je karakter passen. Ben je een wannabe of ben je een workaholic? Ben je iemand die veel van <coughs> jezelf eist? <coughs> het moet echt bij je persoonlijkheid passen om in een dergelijke omgeving te gaan functioneren. Want het ja. is wel een competitieve, competitieve omgeving. Niet dat je ja. bedijft met je collega's. Maar ergens ook weer wel. Niet om de positie, maar wel om in het bedrijf aanwezig te mogen zijn. Want, wat, nee, we moeten niet op de zaak vooruit lopen, sorry. Volgende ja. keer daarover meer. Ja, ik, ik, misschien kunnen we het misschien afsluiten. Of wat ik nog ja, ja. wel leuk vind is om uh, de drie punten... He, als, als, als iemand nu naar mij zou toekomen, ander heeft van, oh, ik wil dat ook in mijn bedrijf, dan zou ik zeggen van, ja, nou ja, oké, okay, zo werkt het. Maar als, je mij zou, als iemand naar mij toekomt, en die, komen, die zijn al naar me toegekomen, wat zou jij nou meenemen uit het boek, wat ik direct wat dan heb in mijn bedrijf? Niet klap, hè? hè? Nee, maar dan zou ik, he, uh, punt 1, zou ik zeggen van, die talentdensiteit, ga nadenken in je organisatie, uh, wat vind ik van mijn talent? Mm. En wat ik, wat ik, het eerste wat ik zou doen is: als je merkt dat je één iemand hebt die niet getalenteerd is, die hè, de 95-5 regel, die 5% die heel veel van je tijd kwijtraakt, ga daar een oplossing voor verzinnen. Mm. Ik zie ook bij bedrijven, die hebben iemand die gewoon niet goed functioneert of niet goed is. En dan zitten ze dan een half jaar of een jaar mee. Uh, voortgang en en yeah. dan, dan, dan is de tip van Reed Hastings van, joh, zet er een, keer een streep onder. Yeah. Dan zou ik denken van, zorg ervoor dat je... Dat eigenlijk, mijn advies is, zorg ervoor dat het niveau van het talent dicht bij elkaar ligt. Ja, ja. Je hoeft niet allemaal tienen te hebben. Je mag, kunt ook best wel allemaal zevens maar, maar, je, of achten, maar doe er niet een vier bij. Nee, nee. Dus zorg ervoor dat, dat je, de, eigenlijk zorg ervoor dat ze zo dicht mogelijk uh, het, hetzelfde uh, beleven over talent. Het tweede punt hè, gaat over feedback. Ja, daar ben ik heel simpel in. Moet je gewoon op nummer één op je agenda zetten. Mm. Elk bedrijf moet ernaast streven om een feedbackcultuur te hebben. Want dat maakt niet uit. Ook in het leger kun je een feedbackcultuur creëren. Of er is zelfs feedback. een feedbackcultuur. Ja, is, er is geen enkele organisatie die jij mij kunt verzinnen die niet aan feedback moet doen. Nee, eens. En dus dat is gewoon, gewoon een, een no-brainer. En de derde stap: uh, no rules, rules. Ik, dat zegt, nou, dan mag ik niet vooruitlopen op deel 2 en 3. Je hebt wel regels nodig. Ja. Als, ik in een, als ik in een scheikundelab werk, kun je niet zeggen, dan, dan zijn er gewoon heel veel regels. En daar moet ik aan houden en daar moet ik stikt op ja. zijn. Maar ik heb een, 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 voor mezelf, dat gebruik ik al jaren, een hele simpele regel. Uh, die, elke keer als ik manager werd, zei ik van jongens, uh, we hebben regels. Alle regels gelden. Totdat jij kunt aantonen dat hij geen toegevoegde waarde heeft, dan streep ik hem direct weg. Okay. Dus elke regel, je, je mag wel regels hebben, maar ze moeten altijd gevalideerd worden. Dus, okay. dus, dus als jij, een heel simpel voorbeeld, als je een regel hebt, uh, iedereen moet om half negen beginnen. En iemand komt naar me toe, waarom moet ik om half negen beginnen? Ja, omdat dat een regel is. Waarom? Ik weet het niet. Gelijk afschaffen. Oké. Okay. Gelijk afschaffen. Als, als, het, als om kwart voor negen de telefoonlijnen opengaan en je wilt dat klanten dat je bereikbaar bent, ja, dan is half negen een volstrekt logische reden. Ja, het maar je dus het kunnen moet kunnen onderbouwen. Moet kunnen. En, en ik heb ook altijd tegen mijn medewerkers gezegd: als jullie kunnen aantonen dat een regel niet werkt, schaf ik hem af. Ja. heeft wel bijna in mijn kop gekost moet ik erbij zeggen, want ik werkte voor een organisatie waar een directeur zat die heel erg op de lijnen was en heel erg half negen, half negen. Mm. En ik had een team wat mij heel erg duidelijk kon aantonen dat half negen aanwezig helemaal niet, niet. Uh, dus heb ik gezegd: schaf ik af? Had ik van die directeur in mijn nek van. Ander, wat ben je nou mee bezig? <laughs> dus, dus ja, je moet wel in de context uh, blijven. Maar, maar dat is. Dus. dus, dus uh, uh, ga niet op van regels, geen regels. Maar wees wel kritisch op je regels. Ja. ja. En, 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 en uh, als je hem niet nodig hebt, laat het dan. Doe, doe het niet. En als je ze nodig hebt, koester ze, omlijst ze en zijn ze gewoon heel goed. Ik denk dat dat een hele mooie positie is om het gesprek te beëindigen. Ja, en ik denk. Mocht je dit nou een leuk gesprek hebben gevonden, vergeet dan niet natuurlijk te liken en vergeet niet te subscriben. Want we hebben het idee dat veel mensen kijken, maar niet geabonneerd zijn. Dus druk even op die knop. En nog mooier: er staat hier beneden nog een linkje. En dan kun je je aanmelden voor een webinar en een QA-sessie. Uh, waarbij wij uh, in gesprek gaan, wederom over de hele Netflix-cultuur. Dan kun je aanhaken via een live sessie via YouTube. Kun je ook mee, uh, kun je vragen stellen. En je kunt je daarnaast ook aanmelden om letterlijk met ons live in gesprek te gaan om zelf jouw vragen te stellen over de Netflix-cultuur. Nee, mag je naar je toevoegen? Ja, en gewoon je eigen mening geven. Ja, nee, 100%. Zeker. Geef vooral je eigen mening. Ja, daar ben ik uh... ook heel erg geïnteresseerd in. Ja. Dus check de linkjes, like, subscribe. En uh, ik denk tot de volgende keer. En we gaan ja, weer aan de eleven.